Ja, dames en heren, het is 26 februari, 7 graden. En ik ga mijn eerste nacht van het jaar vissen met Chitboy! Ja, ja. We gaan lekker vissen. 16 graden, we gaan knallen. Het lijkt 17, voor, 17. Het lijkt op voorjaar. Heerlijk. Ik heb er zoveel zin in. Maar ja, het is gewoon goud. Korte mouwen, korte broek. Het is geweldig. Helemaal uit. Ciao. Toch, mevrouw? Tom? Tom? Zo is dat. Ja. Shit. What the fuck heb je met je car gedaan, man? Nee, nog niks zo te zien. De laatste sessie was toch echt, maar hij staat nu ook gewoon heel erg scheef. Ja. Jongens, sms 2020 voor een nieuwe visco van Chit, hè. Deze arme Soebas. Bizar. Zo, aangekomen bij het water. Chit boy. Het ziet er goed uit. Het ziet er echt fantastisch uit. Ongelooflijk. Dan hebben we toch geluk dat we hier mogen vissen. Dit privé stukje. Maar ja, we gaan even lekker opbouwen, uitleggen hoe we gaan vissen. En dan hoop ik hebben voor het donker een visie. Ja, dat denk ik wel. U bouwt een visie teken ik al voor hoor. Nah. Het water is nog koud zat. Moet goed komen. Zo jongens, 70 graden, de zomer komt er weer aan. Dus tijd om weer lekker in t-shirtjes te lopen bij het vissen. Bijvoorbeeld een mooie DW Fishing t-shirt. Zwart of groen? Zwart of groen en we hebben nu ook petjes. Dit is het oude design met alleen het logo. Maar we hebben vernieuwd met dit erop. Die kan je hier zo boven zien. Dus stuur ons even een berichtje op Insta of Facebook. En dan kan je ze daar bestellen. Yeah, top man. Lekker man. En een korte broekje, dat heb ik ook alweer gezien. Zo. Voor die melkversen bijbruinen. Ja, pijnlijk. Kijk jongens, waar ik gewoon mijn emmertjes gebruik voor boekweit te bewaren. We hebben deze man hier. Het is heet en er moet natuurlijk ook goed gedronken worden. Want ze moeten niet uitdrogen. Dus, kijk eens. Ja, ik vind dat het ook mag. Ik reken hem goed. Zo! Zo! Hij breekt de tent af. Ondanks dat het 17 graden is, is het water nog ijskoud. Het is februari immers. Dus waar ga ik naar mijn voeren? Ik heb hier boekweit. Chit heeft mooi gekookt vanmiddag. Het is nog een beetje heet, maar dat maakt niet uit. Wat doe ik er doorheen? Een klein beetje citrus, royce, 18 mm. En natuurlijk zo een beetje snipperde. Al in particle stick mix. Een klein beetje. Kijk, veel kleine deeltjes, niet te zwaar voor de karpen. En de kokende cream, ook altijd een goede boei in de winter en het voorjaar. Zo. Dan krus ik nog een beetje boeien erbij. En als laatste, wat altijd in je wintermix moet zitten, naar mijn mening, is brikmais. Altijd echt een goede vanger. Met het zoete sap wat erbij komt, is ideaal. Dan gaan we dit even lekker mengen. Dan heb je een pornovoertje hoor. Dat staat helemaal nergens op. Kijk, toen is hier. Ja, ik zou het wel weten. Ja, jij zou het wel weten. Ik zou het wel weten. Lekker hoor. Dat zit te smogen, doet het allemaal lijnjes op. Komt dat nou? Nou, deze jongeman is aan het uitlopen. Hij houdt ervan om de lijn niet mee te nemen. Ik hou altijd mijn engel liever bij me. Kan ik hem nog een keer verplaatsen als ik hem in de top vind leggen. Maar hij doet zo. Ja, ook prima. Is die hoor, maar je kijkt niet zo blij. Ja, volgens mij vinden die ganzen het volgens mij niet leuk door hier zitten. Wij zitten natuurlijk lekker op hun stekkie. Mooi bij het eiland te vissen. Vieren ze langs, scheiden ze even zo op onze spullen. Ik ontweek het net dat het op mijn hoofd kwam. Zo, hier kan ik toch van genieten. Al wiet je spullen op, fuck onder, mijne niet. Oh, lekker man. Ik zat even in de eindhoek. Ja, een burgertje bakken, maar je werd een beetje sport. Oh, nou, de eerste is voor jou. Ja, ach. Goed voor de weerstand. Schoonmaak foutje. Ja, het begin is foutje. Begin is ongeluk. Begin van het jaar, hè? Moet helemaal inkomen, zelfs een burgersbak. Zelfs een burgersbak moet er nog inkomen. Ja, maar ja, als de eerste vissen zijn gevangen, dan zullen de eerste burgers ook nog goed wandelen. Ja. Ik vind dit toch zo'n handige uitvinding om u tegen te zeggen. Het is de Bad Buddy van Nash. Ik zit vaak op een stretcher, kort nachtje of zo. Geen stoel mee. Maar dan zit je zo en dan krijg je last van je rug. En dit is dus te tegen voorkomen. En je kan lekker in je tent zetten als je een klein tentje hebt. Weegt niks. Het is vedericht. En je kan het ook als een normale stoel gebruiken.
En dat doe je gewoon zo. Kijk, wat een kwaliteit. Ik hoop echt dat iemand een opmerking maakt over die laars en die korte broek. Wie is verteld is? Raar. Een paar piepjes. Heel te weer strak. En dan doet het weer niks. Ik zou zeggen, gewoon pakken. Zou ik gewoon pakken? Ja, of gewoon even voelen. Ik ga zo stuka door. Niks door. Ik heb niks aan. Denk je? Nou, jawel. Hey! Hey! Nou, ik weet niet. Ik voel wel weer. Ik ga zo... Kijk de opvang. Ja hoor. Ga uit. Jongens. Kijk eens. Het is niet groot, denk ik. Het is een feit. Wie is eerste brazen van het jaar? Kijk eens even in de pan, want het is net etenstijd. Altijd tijdens de burgers bakken. Maar, na een hevige trill, er zat toch een vis aan. Ja. Geen brazen. Toen kwam hij wel mee. Maar hij zei, ja, toch een lekker karpetje. Eerst van het jaar, dus ik hoop dat ik hem niet verspil. Ja, het is lekker hoor. Het heeft mijn windeieren gebracht. De aanpak. Gelegd. Gelegd. Bij Wiets heeft het windeieren gebracht. Even kijken of deze net kan dirigeren. Laat het eens zien. Het breekt me net niet. What? Ja hoor. Het zijn hele kunsten. Hij was mis. Ja, ook mis. Jongens. Ja. Lekker man. Eerste van 2009. Kijk eens. Koek, koek, koek. Kijk eens. Koek, 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 koek. Lekker man. Het is een feit, jongens. Jazeker. Even kijken hoe die gaat. Dus. Lekker hoor, lekker. Ja, laat eens zien. Laat eens even zien. Kijk, perfecto. Top man. Daar doe je het voor. Simpel tikje. Hij voelt ijskoud aan. Ja. Het is ijskoud. Het is Nielson. Laat hem eens eventjes zien. Even goed ook naar de sportschool ben geweest, want kijk eens. Ja hoor, een joekel. Toch genieten. Eerst van het jaar, jongens. Ah, toch goud. Mag gezegd worden. Ja, is toch leuk. Ciao. Ja. Ah, dat deed ik mooi, hè? Zeker. Roos, wat ik doe jij? Echt... Wat doe jij? Ik denk er een waterpak al aan. Ik ga die vis vrij laten. Zijn er nog deze haaien? Nee, mijn warmtelaars. Kijk hoe vol die zit. Jongen, mijn warmtelaars. Ik ga vanavond koude tenen laaien door jou. Ja, het zijn mijn laarzen. Kijk dan. Lul. Jongens. En mijn moment van de waarheid. Het water is ja, uit. Jongens. Oh, echt heel kut. Ja, maar die laarzen kan ik wel weggooien nu, denk ik. Wat doe jij? Ik zag het je doen en ik dacht, wat doe jij? Ik kan het echt niet doen. Ja, hey Wietse, je hebt daar wel een beste emmer voer mee. Maar ze zegt toch in de winter altijd, voer niet te veel? In de winter moet je niet te veel voeren, maar wel genoeg. Kijk dan. Hele goede avond. Het is precies 12 uur. En de eerste vis op mijn hengels heeft zich gemeld. Mooi schuppie. Ja, gaf niet zo'n heel fantastisch gevecht. Maar ja, toch de eerste van het jaar. Mijn wel een open rennen, want hij ging naar mijn lijn heen. En ik ben er helemaal blij mee. Ja, hij is mooi man. Ik lag net te slapen. En deze rakker kwam even wakker maken. Gaat ie. Netjes. Lekker. Huts. Zo, morgen jongens. Het is ochtend. 7:30, 8:30 zoiets. En ik heb er toch nog één bijgevangen. Chit heeft er nog één gevangen, zoals jullie hebben gezien. En ik heb best een mooie vis. Rond een uurtje of 6:30, 7:30 kwam die. Dus ik heb hem even bewaard. We kunnen die zo in het zonnetje bekijken. Maar ik ga even mijn ijs opnieuw uitlopen. Ik ga in plaats van een oranje, waar ik hem vannacht wel op heb gevangen, ga ik nu even een wit chotterigje erop knopen. Zoals je ziet. Coconut cream pop-upie, altijd lekker.
En deze gooi ik denk ik ook in het bootje op. Altijd een beetje uitproberen. Ik denk dat hij al ook afgaat nog. Maar het is een prachtige ochtend. Ijskoud. De spullen zijn allemaal bevroren. Maar dat warmt alweer op. De lucht hier lekker in zijn bedje. Ja, even meteen laten opwarmen. Ik heb net mijn Engelsen uitgeopend. Meteen is het zo koud erdoor geworden. Ja, vannacht hebben we lekker door kunnen slapen. Fietsen nog één visje gevangen vanochtend. En die zit hier nog in het net. Maar we hebben even gewacht tot het zonnetje er is. En ja, voor de rest niet veel actie. Ik ga nog even mijn lijntjes verversen. En dan hopen we dat er zo meteen nog een visje op de mat komt. Hey jongens, wintergoud. Ik was hier echt blij mee. Winterhout en een t-shirt. Half zeven. Jodder griep af. Heel de nacht hebt hij, 12 uur hebt hij aangezeten, maar toch heeft hij nog goed drijven. Dus dat is super. Echt een heel mooi visie. Puntje gaaf. En hij mag weer gaan. Lekker man. Zoals je ziet, het is 9:49 en de eerste hamburger wordt gegeten. Lekker man. Lekker man. Goeie! En even Chip. Nou, zoals je ziet is Chip weer aan het uitlopen. Dus jullie waarschijnlijk denken van, ja, waarom doe je dat eigenlijk? Waarom werp je niet gewoon? Nou, dat is één reden. Het is knijten ondiep. Eigenlijk twee redenen. Het is knijten ondiep en het is super veel modder. Elke stap die je zet, zak je sowieso 40 centimeter in de modder. En we hebben het ook wel eens geprobeerd met lichtrood. Maar dan zak het nog goed weg. Of je werpt niet ver genoeg. Dus dit is eigenlijk de beste optie. En we hebben gemerkt dat de vissen er niet veel last van hebben. Want een half uur na uitlopen hebben we een keer een aanbeet gehad. Dus wat dat betreft... is wel een prima oplossing zo. Vind je een beetje koud voor je tenen? Ja, hij filmt, maar hij gaat niet meer. Hij ging af. Ja? Ik ben helemaal daarheen gelopen, joh. Ik weet net of er geen spanning op zat. Maar vertel het eens iets. Ja, gaat lekker af, harde run, ochtendzonnetje. En ik had het vanochtend uitgelopen, denk ik, 1,5 uur gereden. Met een coconut cream pop-up, of coconut cream bootje dit keer. Zit een pop-upje erop. En hij gaat gewoon volgens af. Helemaal goud. Ja, een mooie vis. Lekker hoor. Altijd lekker. Nu. Hij gaat er lekker vandoor. Het is toch lekker dit, voorjaar. Vroeger voorjaar, zes winter. In de korte mouwen, korte mouwen. Winter. Korte biceps, maar maakt niet uit. Het moment, gaan we hem zien. Nou. Ah. Dikke bak. 80 tikt die aan. Toch wel 6 kilo denk ik, 5. Ja. Echte bakkenvanger. Ik ga het schip net voor je halen. Top. Ja hoor, hij is binnen. Kijk eens jongens, lekker hoor. 27 februari op een 15 mm coconut met een 10 mm citrus pop-upje erop. Snowmannetje. Een handje vol voer erboven, een beetje boekwijd, mais en gekruste boys. En dat is het. Zo simpel kan het zijn. Meer heb je niet nodig. Meer heb je niet nodig. En mag weer gaan. Lekker. Kijk, daar gaat hij. De krijger. Ah, oh, kijk deze. Lekker, lekker. De krijger, daar ging die weer. Nummertje 3 voor jou. Nou, we gaan zo opruimen, maar ik ga toch nog proberen één visje te vangen. Dus dan gaan we toch werpen proberen. Ik heb een PVA-schuimpje en een PVA-zakje aan. En dan zodra ik hem in heb geworpen, trek ik hem meteen uit de modder. En dan op deze manier blijft de haak alsnog beschermd. En met een beetje stikmix erin, misschien heeft het nog een visje op. Lekker. Zoals je ziet zijn we aan het opruimen. En opeens loopt een Engels van Chit af, joh. Het is geweldig. Lekker man. Heerlijk. Al een watertje. Vinkie jongen. Ja. Nou, het is spitsuur. Kijk eens. Iedereen kijkt mee.
Zit hij erin? Hij zit erin. Kijk, lekker man. Zo. Grote jongen. Is toch de Ronnie rig, hè? Ja, ja. Je doet. Zo. Kijk. Mooie visie. Heel klein. Maar ja, vis is vis. Ah, joh, zeker. Februari. Ja, maar jij bent ook klein begonnen. Ja, daarom. Zo is dat. Zo is dat. Ja, hij kan weer terug. Lekker hoor. Zo. Kijk. Weg is die. Lekker hoor. Best. Zo boys, was hem weer. Einde van de sessie. Zit erop. Vijf mooie vissen gevangen. Vijf vissen gevangen. Allemaal helemaal top. Punt gaaf. Geweldig weer. Is toch lekker voor tweede nachtje van het jaar. Voor jou eerste nachtje. Zeker, 27 februari. Kan zegten. Dat we gewoon elke nacht maar zoveel vissen mogen vangen. Maar goed, vond je de video leuk? Doe even een blauwduimpje omhoog. Gewoon die duimpjes omhoog. En klik op de knop om te abonneren. Kost niks, helemaal gratis. En dan zeggen we tot ziens. Ciao, de Baco.